dat je toch even dat verschil mag maken. Ja, dat is eigenlijk voor mij het mooiste moment. Een lach, een traan, het maakt niet uit, maar dat je er op dat moment voor hun was. Ik ben Hilde Herpers, verzorgende IG in de wijkverpleging en daarnaast ook gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie. We gaan eerst verzamelen op kantoor en om 7:30 ga je de wijk in. We doen mensen verzorgen met de douchebeurt of de wasbeurt, we geven medicijnen, we doen insulinespuiten, we geven wondverzorging. En ook bij mensen met dementie helpen we daar de dag te beginnen, laat maar zeggen. Dus eigenlijk heel veel, van alles wat. Doordat de mensen steeds langer thuis blijven, ja, vraagt dat en toch een hele andere aanpak. Ga je veel verder kijken naar wie de mens is. Daar ook echt diegene in de eigen bedoeling, hoe ze zijn met hun eigen herinneringen, met hun eigen leven. Dat je daar die zorg kan geven, dat vind ik heel erg leuk. In de wijkverpleging is nooit een dag hetzelfde. Er gebeurt van alles wat, want je werkt met mensen. Ja, ik denk dat is het leuke ervan. Ja, het is schakelen. Maar als je dan je ochtend erop hebt zit en de mensen weer tevreden achtergelaten, ja, dan maakt het ook gewoon hartstikke leuk. Een klein verschil maken. En dat doe je of met muziek of met een praatje. Ik zou het niet anders weten dan in de wijkverpleging.